Cultuur 19 is een stichting in Leidsche Rijn die zich hard maakt, sterk maakt voor de culturele infrastructuur hier. En probeert om daar aanjager in te zijn, om die infrastructuur op te bouwen, samenwerkingsverbanden aan te gaan, uitwisseling tussen professionals en amateurs. En van allerlei verschillende kansen die je ziet om daarin te benutten. Cultuur 19 probeert dat met de wijkgerichte aanpak te doen. Wijkgericht vinden wij dat we continu in dialoog zijn met die wijk en die wijkbewoners en de partners daarin. En ook heel flexibel blijven in wat de vraag en aanbod, hoe je dat op elkaar kan afstemmen. Tegelijkertijd vinden we het leuk om professionele kunstenaars zich te laten inspireren direct in en door die wijk. Hierachter ligt het park, hè? Het Maxima Park. En in 2009 zijn daar een aantal beelden geïnstalleerd. En wij hebben de opdracht opgenomen om die beelden eigenlijk permanent onder de aandacht te brengen. Op een originele manier. Nou, we zijn eerst heel erg veel gaan rondlopen. Echt heel erg vaak. We moesten echt op ontdekkingstocht naar de beelden. Ja. Dat duurde ook even voordat we alle beelden hadden gevonden. En konden bepalen van welke beelden willen we gebruiken en welke plekken willen we gebruiken in onze voorstelling. Bij de put is het heel duidelijk, dat is een wensput van oudsher. Daar hebben mensen vroeger blijkbaar gezwommen. Dus daar hebben we meteen op geanticipeerd wat betreft dans qua beweging en ook in spel en in tekst. Dat bij elkaar hoorde. Bij de barricade, dat een soort bolwerk van strijd is. En daar zit dat weer in de speeltekst en zit ook in de dans. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk geprobeerd om vanuit de kunstwerk te denken. Hoewel we daar ook wel meteen de omgeving bij zagen. Dus de beelden aan zich die hebben hun eigen verhaal al in zich. Ja. Maar ze staan in een omgeving die we ook zeker niet los daarvan konden zien. Dus dat hebben we allemaal als één pakket meegenomen. In het begin kwamen we dus tot de ontdekking dat het zo groot was, het park, dat het gewoon vroeg om echt veel mensen, veel dansers, veel spelers. Dus daar moesten we echt naar op zoek. En in eerste instantie zijn we dus ook gaan zoeken hier in de buurt en dansgroepjes in de buurt om te kijken of daar jonge mensen wilden komen meedoen. Dus daar zijn we gaan zoeken en daarna hebben we audities gedaan om spelers en dansers te laten meedoen. Mensen gaven mij terug dat ze het park ineens anders zagen. Dus door spel en door dans zagen ze ineens plekken veranderen of kwamen ze anders in het daglicht te staan. Ik vond het geweldig. Ik kende het gebied niet, maar het is heel mooi om deze voorstelling zo bij te wonen. Leuk om op al die plekken te komen. En de afwisseling met de dans is heel leuk, verrassend. Ik hou van zang en buiten. Ik vond de beelden bij de vijver vond ik heel erg mooi. Dus de dansers aan één kant en de twee in het water aan de andere kant. Ik vind het een heel bijzonder idee. Ik vond het heel erg leuk. Ja, ik ben vorig jaar ook geweest. Dus ik was wel een beetje vol verwachtingen. Dit is totaal anders, maar even leuk. Dus het is voor mij echt openbaring hoe groot het hier is en hoe mooi het hier ook kan zijn en hoe wisselend het in landschap. Er zijn nog wel 100 plekken in het park te bedenken waar je iets kan maken. Waar we hebben veel mooie plekken nog gezien waar we dachten, nou dit is alleen al mooi om een voorstelling te maken. Ja.